Hey, welkom weer terug bij Koken met Nooi. Vandaag gaan we iets raars maken, zeg maar, weet je wel. Want je hebt gewoon een bal en daar douw je wat in. Wat echt gaar is eigenlijk voor een gehaktbal natuurlijk. Want het is een gehaktbal, geen gehaktbal ding erin. Het is een ode aan een dode kerel. Deze Pipo. Hij is een tijdje dood. Auw, chef. Viespeuk. Ik ben geen viespeuk, dus eigenlijk... Klopt er niet zoveel van dat ik hem een oude ga geven, omdat het mijn volger is. Ik zit met hem in de Koekoek Clan. Dat is niet zo, dus eigenlijk klopt het niet helemaal. Maar ja, dat zien we voor deze ene keertje maar door die vingers heen, weet je wel. We zien voor deze ene keer er maar doorheen. Want we moeten gewoon zelf wel een beetje gunnen. Deze tijden, weet je wel. Ha! Schoon boef, man! Laten we snel beginnen met de gehakt maken. Om het extra speciaal te maken, gaan we ons eigen gehakt draaien. Wat eigenlijk niet zo moeilijk is. Want je kan het met kip doen. Je kan het met rund waarschijnlijk wel doen. Je kan het met varken doen, je kan het eigenlijk met elk superieur vlees wel proberen. Het is niet heel moeilijk, je moet gewoon een stukje lekker vlees van dat dier pakken. In een keukenmachine of in een gehaktmolen doen. En dan draai je gewoon, of dan zet je de keukenmachine aan en dan heb je gehakt. Super cool toch? Misschien kan het al zien, maar wij gaan een keukenmachine gebruiken. Zo. Goeie dingen. En dan ga je afvragen, wat voor stukken vlees ga je gebruiken, snoesnoe? Nou, dat zal ik je even vertellen. Daarvoor gaan wij kippendijfiletjes gebruiken. Lekker vet, zodat je weer lekker dik kunnen worden, zoals je kan zien. Allemaal lekker voor ons ronde buikje, zodat we nog dikker kunnen worden dan dat we al zijn. En hier gaan we gehakt van draaien. Voordat we onze kippendijfiletje kunnen gebruiken pas, want dit is veel te groot om nog gehakt van te draaien. Gaan we het even een klein stukje snijden. Gewoon in een paar grove blokken. Hoeft niet helemaal zo mooi te zijn. Zo, dan doen we deze nog een beetje door midden. Gewoon voor de gezelligheid, weet je wel. Dit is wel een goede grootte om nog gehakt in te halen. Pakken we hierbij onze keukenmachine. En dan flikkeren we gewoon een paar blokjes in. Let's start with the helft. Deksel erop. Zo, en even draaien met die hap. Zo, zodat je eigenlijk een soort van paté krijgt. Zie je? Lekker patéetje. Dan is hier helemaal goed. Dan gaan we ook gehakt maken. Ons gehaktmengsel maken, zodat het echt smakelijk, dat het niet alleen maar bland, saai, gehakt is. Pak gewoon al je gehakt, die hele homp. Doe je even in een bak. Daarbij doen we een eitje, one in het egg crack. Let's see if it will work today. Oké, ik kan het niet. Jongen. Zit ik nooit mee. Daarbij doen we wat fijn gesneden ui. Eén teentje knoflook erbij. Voor extra scherpte erbij. Net zoals voor die lekkere ui. Eén theelepel paprika poeder. Eén theelepel peper. En één theelepel zout. En vier eetlepels paneermeel. Pakken we dat marginale kluitje erbij. En gaan we het eventjes goed kneden door elkaar. Een lekker egaal mengseltje. En het ruikt nu al fantastisch. Dat is toch een goed voorteken, jongens. Jezus. Dan moeten we onze eitjes even afkoken. Aan de onderkant prikken we de schaartjes erin. Zodat we goed gekookt kunnen worden. Dat doe je met alle vier of drie de eieren. Of vijf, hoeveel je er ook wil maken. Moet je even zelf weten. Kook ze dan voor 7-8 minuutjes. Dat is wel prima. En dan zijn ze helemaal klaar. En dan moet je ze alleen nog even pellen. Dat wordt een kuttak, maar ja. Hoog het lekker zelf uit. We hebben hier onze eitjes. Don't forget to let them schrik. Want anders kook je door en dan is het overcooked en niks is lekker als het veel te lang is gekookt. Dan gaan we onze circle of life maken. We pakken wat kip raakt. Daar leggen we ons eitje in. En dan gaan we hem vormen. Tot een gehaktbal. Dat het eitje er helemaal omheen zit. Eén gehaktbal. Kiekeboe. Helemaal klaar. Nog geen hoefje gebakken te worden. Wat sexy zeg. Hebben we onze ballen. Gaan we ze even bakken. Dan gaan we onze ballen even bakken in een mooie braadpan zoals je kan zien. Vuurtje aan eerst natuurlijk. Doe flink wat boter in. Want het zijn natuurlijk mega ballen. Dan gaan we ze aan alle kanten eventjes goed bruin bakken. Dan gaan we onze gehaktballen die al een goed kleurtje hebben zoals je kan zien. Gaan we even laten stomen. En dat doen we door de 500 ml kipbouillon mee aan toe te voegen. Laat ze maar lekker zwemmen in de bouillon. Vuurtje natuurlijk wel aanhouden en doe je een deksel op de pan en dan laat je het 50 minuten eigenlijk gaar stomen van binnen. There we go!
Hier moet je even de gehaktbal. Godsamme, het ruikt lekker. Let's cut it open and see what's inside. That ain't bad at all, brother. That ain't bad at all. That's some pretty nice gehaktbal kikkieboe. Even een plakje van snijden, hoor. Oké. Beetje heet is het. Here we go. Dat is even vergeten hoe lekker dit is. Ik hou normaal helemaal niet van eieren, maar... Godsamme, dit is toch wel een partij. Fucking lekker, hè. God damn. Bedankt voor het kijken naar deze leuke video van de gehaktbal kikkieboe met Noé. Ik vond het heel lekker om te maken, echt. Maak het vooral, want het is niet zo moeilijk en het kost niet zoveel tijd. Het is echt fucking lekker. En ik zou zeggen, tot volgende week en bye. Life goes on and on and on and on.